Het is meteen te merken in de omgeving. Vliegtuigen starten van banen die de luchtverkeersleiding normaal gesproken liever niet inzet om overlast te voorkomen. Maar zolang deze walsjes op en rond de kaagbaan moeten rollen, kan die niet worden gebruikt. Totaal zijn we hier 5 weken bezig. Deze week, dus de eerste week, is de baan helemaal buiten dienst. Dus er worden de vliegtuigen verdeeld over de andere banen die we hier natuurlijk ook hebben. De komende 3 weken na de eerste week wordt de baan voor kleinere toestellen gebruikt. En alleen de laatste week van het project, dan hebben we weer eventjes voor een korte periode helemaal nodig. Het werd te druk met overstekende vliegtuigen die via de kaagbaan van en naar het vrachtplatform moesten. Met de nieuwe taxibaan kunnen ze er voortaan omheen. Op het moment dat deze taxibaan klaar is, dan kunnen we een soort van rondje rijden. De ene kant kom je het platform op en aan de andere kant kan je het platform weer af. Eind september moet de taxibaan af zijn. Ja, we lopen keurig op planning. Dat wordt ook wel van ons verwacht natuurlijk. En kan ook de kaagbaan weer worden gebruikt.